Het is wel een droomrondje voor mij. Ik rij hier al een paar jaar en vorig jaar ook de try-out gereden. Ja, het is technisch gezien niet zo'n hele moeilijke ronde. Nou, dat is in mijn voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld Maarten Weiland, de ex-profcrosser. Dat is technisch een stuk begaafder als ik. Ja, als je dan op dit parcours komt, ja, dan is voor mij even de vraag hoe hij fysiek is. Nou, ik denk dat we aan elkaar gewaagd waren. En dan, ja, ik ben al een paar seconden eerder aan de finish. Ja, het verschil is wel dat ik de rode blauwe trui heb en ja, dat hij dat niet heeft. Maar ja, Maarten was van tevoren wel mijn directe concurrent. Maar op zo'n parcours hebben we niet vaak natuurlijk zo'n parcours. Is moeilijk inschatten. Je wou je toch graag? Ja, nee, dit was sinds dat ik het parcours vorig jaar zag, was dit wel mijn lievelingsrondje bijna, zou ik zeggen. Dus ja, dan wordt Nederlands kampioen worden wel een doel. Wat doet jou het nog, hè, Nederlands kampioen worden? Ik vind het leuk. Ik vind het leuk als een doel wordt behaald, zeg maar. Dus ja, als het doel dan is kampioen van Nederland worden, ja, dan vind ik dat leuk. Kijk, die trui een jaar lang dragen, ja, dat mag toch niet, ook mijn wereldkampioen, dus ik moet een andere trui dragen. Maar ik vind het wel leuk om dingen te bereiken.